Goedenavond allemaal. Maandagavond 21 maart 2022. En er is weer een Instagram live van Diabetes Plus. Superleuk dat jullie er allemaal weer bij zijn. Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Wietske. En ik ga vanavond in gesprek. En dat vind ik superleuk, want ik mag in gesprek met Sam Mabius. En misschien kennen jullie hem al lang. Want Sam heeft, net zoals ik, net zoals 120.000 andere mensen in Nederland, type 1 diabetes. En ik ga hem even vragen, want hij heeft best wel een bijzonder verhaal, lieve mensen. Sam is namelijk kort na zijn diagnose meteen op de fiets gestapt en heeft aardig wat geld binnengehaald voor de genezing en onderzoek naar type 1 diabetes. En daarnaast werkt hij nu ook als type 1er, ook in het type 1 wereldje. Dus Sam en ik hebben meer dan genoeg om over te praten vanavond. En hij heeft, als het goed is, fijn en hartstikke fijn dat jullie meekijken, lieve mensen. Op deze 21 maart, de lente hangt in de lucht en dat is hartstikke fijn. Volgens mij was hij daar en toen ging hij weer weg. Maar ik hoop dat hij er zo weer in komt. Yes. Blijf techniek, hè, jongens. Blijf techniek. Dus dat moet allemaal nog even werken of niet werken. Hè? Je weet het maar nooit. Maar ik hoop dat hij zo bij mij in de uitzending komt. Is het gelukt, Sam? Yes. Kijk. Daar ben je. Het lukt allemaal. Hoi. Hoi, Sam. Oh. Welkom bij deze Insta Live van Diabetes Plus. Super dat je op mijn uitnodiging bent ingegaan. Tuurlijk. Want je weet, hè, met Diabetes Plus praten we alleen maar met hele inspirerende en leuke type 1'ers. En daar ben jij er één van, Sam. Super. We zitten wel goed. We zitten wel goed. Hartstikke goed. Hey, ik zei het net al, Sam. Je hebt best wel jouw weg in de type 1 wereld. Laten we maar even bij het begin beginnen. Want hoe lang heb jij nou type 1 diabetes, Sam? Nou, sinds 20 februari 2020, dus 2 jaar geleden alweer. Dus ja, wat je zegt, eigenlijk nog helemaal niet zo lang. Het is echt in een sneltreinvaart gegaan. Nou ja, je weet hoe het gaat natuurlijk. Het hele circus gaat gewoon door. Dus het is echt dat je nu denkt van, wow, wat er nu allemaal is gebeurd, dat is eigenlijk niet te beseffen. Nee, ik had, ook wel leuk om te vertellen, ik had afgelopen week had ik een interview van het VU Medisch Centrum hier in Amsterdam. Over nou, hoe je nou de afgelopen tijd hebt beleefd van je diagnose tot nu. Nee, voor mij was dat natuurlijk vrij recent. En toen kwam eigenlijk toch wel weer de klap dat je denkt van jeetje, wat er allemaal op je pad is gekomen, wat er allemaal is gebeurd, hoe je leven is veranderd ook. Ja, we gaan het er zo allemaal over hebben, maar er zijn heel veel leuke dingen gebeurd. Dus je vergeet snel de minder leuke dingen. Maar ja, het blijft natuurlijk een rotziekte. Nee, het is bizar, hè, Sam, want dat realiseer. Maar ik was 5 toen ik het kreeg, dus dat is al 39 jaar geleden ondertussen. Ja. Maar je hebt met diabetes heel vaak als je naar het ziekenhuis gaat en zegt, nou, die en die diagnose. En dan komt u volgende week maar terug, dan gaan we het over de behandeling hebben. En dat is natuurlijk met type 1 no way, want er moet meteen insuline in. Dus je bent meteen baf in de behandeling ook. Dus ik hoor ook wel eens mensen, het is eigenlijk hetzelfde wat jij net zei, joh, van je start meteen, dus je kan na 1 of 2 weken kan je al bijna niet meer voorstellen hoe het daarvoor en zonder was. Nee, je probeert natuurlijk mensen wel eens te vertellen van wat het leven met diabetes type 1 is. En ik denk dat we daar, jullie met Diabetes Plus en ik natuurlijk met mijn eigen blog goed mee bezig zijn. Maar je kan natuurlijk nooit echt het laten voelen wat het is, omdat die impact die het ook met zich meebrengt, ja, dat kan je nooit op mensen inbrengen. Nee. Ze zien natuurlijk wel hoe zwaar het is. Maar, ja. Yes. Want kan jij vertellen, Sam, wat is, je hebt het nu 2 jaar, hè? Je hebt je diversary gehad. Ook al, ja. Dan noemen ze dat altijd. Heb je daarbij stilgestaan, bewust? Nou, ik heb natuurlijk vorig jaar, de fietstocht heb ik natuurlijk gedaan op 20 februari vorig jaar. Toen had ik 1 jaar diabetes type 1. Toen ben ik dus van Heerenveen naar Den Bosch gefietst. 200 kilometer zonder enige ervaring. Dus echt puur op, ik doe het wel even. Of karakter, Sam, noemen ze dat. Dat is karakter. Precies. Dus ik dacht dit jaar, nou, dan doe ik dit jaar even gewoon niks. Even lekker rustig. En dan misschien volgend jaar pakken we dan weer groots uit. Maar dit jaar heb ik niet zoveel gedaan. Yes. Nee. Vorig jaar, en dat is natuurlijk ook een stukje wat ook in de aankondiging stond. Want dan heb je best wel 1 jaar na je diagnose type 1 ben je 200 kilometer gaan fietsen.
toen al voor het goede doel, hè, voor de genezing van type 1 diabetes. Waar kwam het idee vandaan? Hoe is dat ontstaan eigenlijk? Ja, nou ja, wel heel toevallig, de broer van mijn vriendin, Dennis, die is 24 jaar en die heeft al sinds zijn vierde diabetes type 1. Dus ik zag eigenlijk altijd al wel wat het was. En dan krijg je het natuurlijk zelf en dan kom je er pas echt achter wat het is. En dan, ja, dan ben je 18 jaar en dan krijg je ineens een ziekte die op dit moment gewoon nog steeds niet te genezen is. Ja, dat blijft bij mij steken. Daar had ik het aan het begin heel moeilijk mee en nu eigenlijk nog wel steeds, maar ik probeer me eigenlijk gewoon vanaf dag 1 gewoon in te zetten van ik wil gewoon zo snel mogelijk ervan af. Nou is het niet voor mezelf, dan is het voor de mensen die het misschien nog gaan krijgen, dat je het mensen kan voorkomen of zo. Dus het is eigenlijk vanaf dag 1 wel een belangrijke rol geweest in het hele proces bij mij. Dat moet voor je vriendin, realiseerde ik me, opgegroeid met een broertje, met een broer, dus met type 1. En dan Ja. krijg je een vriend ook nog. Dat moet voor haar ook bizar geweest zijn, natuurlijk. Het is natuurlijk allebei heel anders. Het is natuurlijk, je ziet natuurlijk bij je broer dan de hele tijd van, nou ja, wel wat het is. En ja, nu we kenden elkaar al toen ik het nog niet had. Dan, ja, je groeit echt met elkaar. Je hebt het zeg maar samen gewoon. Kijk, zij loopt natuurlijk niet met de pomp, maar zij ziet wel alle momenten. Dus, ik heb nu bijvoorbeeld de Cardian 4 sensor. Nou, ja, jij weet hoe je die moet plakken. Dat is vrij ingewikkeld. Dus zij zet die ook altijd. Dus ja, je doet het echt gewoon samen. Dus je haalt ook weer heel veel kracht uit met z'n tweeën. Dus dat werkt Ja. voor ons heel goed. Wat mooi, Sam, dat je dat ook zo benoemt om het ook met z'n tweeën te doen. Want het heeft op jou, denk ik, een ongelofelijke impact, die type 1 diabetes in jouw leven. Maar niet alleen op jou, maar ook op voor de mensen om je heen. Kan je Ja. benoemen, Sam, wat is de grootste verandering als je kijkt nu je het hebt en wat. Ja, op zich. Wat eigenlijk het eerste wat altijd in me opkomt, is gewoon het niet meer vrij kunnen leven. Dat je echt altijd moet nadenken wat je doet, wat je eet. En ja, eerst was ik er totaal niet zo. Ik had nog nooit gesport, ik lette nooit echt op mijn voeding. Ik was wel gewoon gezond en ik nooit te zwaar of wat dan ook. Maar ik dacht daar gewoon nooit bij na. En vanaf dag 1 moet je gewoon dat altijd in de hand houden, anders heb je jezelf er gewoon mee. En ja, dat valt mij gewoon nog steeds wel gewoon dagelijks zwaar. Ik bedoel, ik heb best wel een druk leven nu opgebouwd met mijn werk en mijn blog en alles. Ja, het vraagt ook wel wat van je lichaam. En dan komt die klap toch wel, nou, bijna wekelijks in je gezicht van ja, even op de rem, even pas op de plaats. Hey, je zegt heel eerlijk, die klap krijg je bijna één keer per week. Kan je die klap een beetje omschrijven voor ons, Sam? Hoe is dat voor jou? Ja, je lichaam laat veel eerder zien dat je gewoon je grenzen moet aangeven. In plaats van dat je maar door kan knallen. En nou, zoals ik dat eerst altijd deed. Ik bedoel, natuurlijk, een normaal mens zeg ik altijd, maar zonder diabetes type 1, die raak ik ook wel eens moe. Maar ja, met diabetes type 1 heb je toch wel gewoon. Het is gewoon topsport wat ik wel eens lees. Het is echt gewoon, wat we nu al zeggen, heel vaak hebben we benoemd. Het gewoon dat dagelijks bezig zijn. Dat, ja, je kan het eigenlijk niet omschrijven hoe frustrerend het is. En je vindt op zich wel je weg erin. En wat je dan ook vaak hoort van er is mee te leven. Maar ja, als je dan teruggaat met alles wat je dus dagelijks doet, ja, dan vraag ik mij soms wel eens af van is er uiteindelijk wel mee te leven? Ja, tuurlijk, ik leef mijn leven, maar ja, Ja. het is niet een ideaal leven, moet ik zeggen. Nee, dat is op zich ook wel. Het is eerlijk en goed dat je het zegt, Sam. Want wij zijn natuurlijk. Weet je, als je ons tweeën of al die andere leukers die allemaal aan het meekijken zijn. Hoi allemaal, trouwens, Ja. leuk om jullie allemaal te zien. Als je ons tegenkomt, je hebt het zo niet door. Waar wij 24 uur per dag, 7 dagen per week en 52 weken per jaar mee bezig zijn. Wij hebben 180 extra beslismomenten per dag. Als Ja. je dat vergelijkt met iemand zonder type 1 diabetes. Het zijn best wel veel momenten, hè? Ja, Wauw. en je hebt nooit pauze ervan, hè? Het gaat altijd door. Zelfs als je bijvoorbeeld ziek bent, of nou, zoals met Don zitten we nu in een hele drukke periode weer. Ja, je moet gewoon doorgaan, je moet doorknallen. En natuurlijk is de omgeving natuurlijk wel van, nou, hè, Sam, we weten dat je soms even wat rustiger aan moet doen. Ja, als dat niet in je zit, dan is het natuurlijk heel lastig om je toe te geven aan je ziekte. Dat is, ja, dat blijft lastig. Nou, je zal hem begrijpen. Sam, ik zat vanmorgen met Cas op maandagochtend starten. Cas, Loes en ik altijd de week om 9 uur. En ik doe onze online meeting open. En ik kijk een beetje zo grumpy. En Cas keek ook al zo grumpy. Dus ik zei, hoe was het bij jou?
En hij zei, ik kreeg vannacht weer allemaal meldingen van mijn sensor. En ik had ook vannacht een sensor-update. Dat ik ook even dacht, en er dan toch weer zitten. Hè? De volgende dag net zei iemand, oh, jullie zijn allemaal strijders. En dat voel ik op dat moment wel. Hè? Ja. We gaan wel altijd baf door. Maar daarmee ook best wel vaak over grenzen heen. Toch? Ja. Ja, Ja. absoluut. Ja, absoluut. Ja. Je gaat maar door, inderdaad. En ja, soms komt dan uiteindelijk toch die klap. Ja, bijvoorbeeld zoals vorig jaar december, dan heb je weer een ziekenhuisopname. En dan, ja, dan ja, wat uiteindelijk toch wel steeds het doorgaan achteraf bleek te zijn. Dat je niet jezelf pauze hebt gegeven. Ja, dat laat toch wel weer zien dat je niet onoverwinnelijk bent. Dat is, ja. Nee, je noemt net best wel iets kwetsbaars. Dat heb je ook heel mooi. We hebben je daarin heel mooi ook mogen volgen, hè, op je blog, wat je doet. Maar die ziekenhuisopname, dat is niet niks geweest, hè, Sam? Nee, ik moet zeggen dat, ja, nou ja, goed, ik zal eerst uitleggen hoe het allemaal begon. Het was best wel uit het niks eigenlijk, dat je echt 's nachts dan ineens wakker wordt en je voelt je echt, nou ja, je voelt je wel eens slecht, maar dat was echt wel dat ik dacht van dit is niet goed. Dus nou, gelijk mijn ouders wakker gemaakt en eigenlijk gewoon de hele nacht beneden gelegen, ziekenhuis uiteindelijk opgebeld. En toen kon ik daarheen en nou, dan zei ik ook al zoiets van dit klopt niet. Ik was 5 kilo afgevallen in nou, een paar uur tijd, dus dat is... Dat zegt natuurlijk wel weer genoeg. Dus, maar toen inderdaad is opgenomen. Maar ja, moet ook wel zeggen dat ik daar nu nog steeds wel, met het alleen slapen bijvoorbeeld, dat ik daar nu nog steeds wel last van heb. Dat ik toch wel angstig ben geworden van ja, er kan zomaar wat gebeuren in plaats van alleen die hypo of hyper die iedereen wel eens kan krijgen. Dus ja, dat heeft wel impact op me gemaakt. Ja, dat snap ik heel goed. En hoe ga je daar nu mee om? Want je zegt het is heel eerlijk en kwetsbaar wat je nu aangeeft, dat het natuurlijk die angst van het ook wel eens alleen moeten gaan slapen en er kan altijd wat gebeuren. Maar je ziet het niet aan je lieve Sam, als je dan zo naar je kijkt. Maar hoe doe je dat? Hoe ga jij daarmee om? Ik probeer toch altijd voor mezelf toch zoveel mogelijk aan de kant te schuiven. Ik probeer er met mijn vriendin dan wel over te praten. En we hebben het er wel over. En ik heb het werk er wel over. Het natuurlijk heel makkelijk is om over dat onderwerp te beginnen bij mij. Maar ja, dan kom je weer thuis bijvoorbeeld, dan zit je weer alleen op je kamer en dan komt toch wel weer dat besefmoment van ja, daar zitten we weer en het kan zomaar weer gebeuren. En dan, ja, bijvoorbeeld dan de sensorwisselmomenten dat je dan bijvoorbeeld 2 uur zonder sensor zit. Ja, dan knijp ik hem eigenlijk wel, dan zit ik gewoon eigenlijk te vaak gewoon te vingerprikken om het maar zeker te weten in plaats van dat ik straks weer, ja, wat er dan ook maar gebeurt. Dus Om maar niet om te voorkomen om de fout in te gaan. Terwijl het natuurlijk helemaal geen fout van jou of van mij of van een van ons zou zijn. nee, Maar precies. Nee. ja. En juist ook wel omdat je dan, stel het gaat weer fout, dan laat je natuurlijk ook wel weer een stukje kwetsbaarheid zien van, nou ja, goed, Sam heeft weer wat. Sam, die diabetes bij Sam, dat is ook wel een ding. Kijk, dat wil ik zoveel mogelijk voorkomen. Ik bedoel, ja, natuurlijk, iedereen weet dat ik het inmiddels heb. En iedereen weet wel een beetje wat mijn grenzen zijn. Maar ja, ik wil toch wel zoveel mogelijk gewoon blijven doen. In ieder geval Yes. niet de diabetes de baas laten zijn. Daar zeg je best wel een ding. We hadden vorige week ook een hele mooie bijeenkomst. En daarin werd ook verteld zo van, en die herken ik ook, was eigenlijk waar jij het net over had, Sam. Van dat het delen met je omgeving, als het goed gaat, is het helemaal niet zo erg. Maar als het even niet zo lekker met je gaat, dat je dan vaak, ja, dat ik dan ook wel denk, jeetje, zou je wiets weer hebben met haar diabetes of zo, weet je? Dat je Precies, ook best ja. wel eens geneigd bent om het dan maar stil te houden, om het er niet over te hebben. En ik weet, lieve mensen, dat is niet oké, maar dat speelt ergens wel. Zo van, nou, laat ik dan maar niet vertellen dat ik weer een kutnacht heb gehad of dat ik me niet zo lekker in mijn vel zit. Terwijl dat natuurlijk ik ook heel erg pleit voor het juist en altijd wel vertellen. Maar je wil eigenlijk niet tot last zijn of zo, toch? De ander, of niet Nee. altijd negatief de aandacht op je vestigen. Nee, je wil niet degene zijn die dingen niet kan door zijn diabetes. Of je wil gewoon dat zoveel mogelijk voorkomen. Natuurlijk, het gebeurt wel eens. Of dat je inderdaad even aan de kant moet zitten of even rustig aan. Maar ja, je wil die momenten wel zo weinig mogelijk zichtbaar maken voor jezelf. En ja, ik kies er dan bijvoorbeeld vaker voor dat ik dan bijvoorbeeld 's avonds in mijn eentje zit te balen op mijn kamer van waarom heb ik dat nou weer gedaan? Dan dat iedereen het ziet en iedereen zoiets heeft van ja, Sam, zie je nou wel, had nou toch maar even rustig gedaan. Dus Yes. ja, kijk.
En natuurlijk, inderdaad, wat jij inderdaad ook zegt, op Instagram zie je het niet, omdat je natuurlijk toch. Ja, we delen natuurlijk wel slechte verhalen, maar ja, als het echt slecht gaat, dan deel je toch niet echt alles. Tenminste, in mijn optiek, wat ik laat zien, in ieder geval. Dus ja, dat is weer een stukje kwetsbaarheid die dan niet zichtbaar wordt. Yes. Terwijl, dit doe je fantastisch, Sam. Wat knap en wat goed dat je dit zo vertelt. Ja, hartstikke fijn. Want dat denk ik ook goed. Want eigenlijk begon jij daarmee. Het is zo lastig om uit te leggen wat type 1 is. En dit stukje van het hebben van type 1, daar hebben we het eigenlijk nooit over. We benoemen het altijd. Althans, laat ik het bij mezelf houden. Ik benoem het heel vaak, maar ik zeg dan meteen, maar het gaat ook heel vaak heel goed hoor. Wat natuurlijk ook Precies. zo is. Maar er zijn natuurlijk ook 100 momenten dat het echt niet oké gaat. En dat zijn juist de momenten. Misschien realiseer ik mij dat we wel wat vaker daar open en eerlijk over mogen zijn. Eens, ja, klopt helemaal. En sowieso het praten erover, inderdaad, dat is gewoon al. Ja, voor mij doet dat gewoon zoveel goeds. Kijk, mijn leven. Ik heb natuurlijk. Ja, ik heb natuurlijk diabetes type 1. Ik ben toen begonnen met bloggen over diabetes type 1. Ik heb een baan met die. Dus mijn leven is echt wel gewoon veel diabetes type 1. Dus het is voor mij ook wel echt belangrijk om erover te praten. Omdat je. Ja, goed, ja, natuurlijk, je hebt wel een leven ernaast. Maar het is echt wel veel diabetes type 1 bij mij. Dus, Ja, nou ja, we can shake hands, hè, wat dat precies, betreft. Ik krijg absoluut. regelmatig, heb jij dat ook als de vraag, hey Wiets, is het af en toe niet ook een beetje te veel type 1 diabetes? Ja. Hoe zit jij daarin? Ja, absoluut. Bijna bij iedereen inderdaad die je dan leert kennen of waar je dan weer een nieuw gesprek mee hebt en je legt uit wat je allemaal doet, dan heb je inderdaad echt wel zoiets. Mensen die gewoon inderdaad echt wel denken van, ben je er niet te veel in blijven hangen of doe je er niet te veel mee? Of, ja, goed. Ja, voor mij werkt het gewoon heel goed en ik kan toch wel echt wel mijn ziekte ook wel scheiden met bijvoorbeeld het werk bij Dom. Soms zit ik echt met iemand te praten met die diabetes type 1 heeft, dat ik denk van ja. Heb ik dat ook? Of hoe zit dat? Maar ja, uiteindelijk kom je dan natuurlijk wel op heel veel dingen die hetzelfde zijn. Ja, aan de andere kant, het verschilt ook weer zo erg hoe iedereen het beleeft. Dus dan, ja, dan zit je soms niet helemaal als de patiënt ook aan tafel. Nee, het is net zoals onze behandeling, dat er niemand bestaat die dezelfde insulinegevoeligheid en dezelfde eenheden insuline heeft als ik krijg en als jij krijgt. Dit is ook hoe iedereen ermee omgaat, natuurlijk maatwerk. Dus er is ook niet één verhaal over type 1 diabetes te vertellen. Nee. Nee. Hey, je gaf aan, jij werkt bij Don. Wat doe jij? Wat doet Don? Laten we daar vooral eens over hebben. Misschien zijn er nog wel mensen die hebben echt geen. Als ze jou volgen, kan ik me bijna niet voorstellen. Maar wat doet Stichting Don, Sam? Don zet zich natuurlijk echt in voor de volledige genezing van diabetes type 1. Dat is natuurlijk het doel waar ik ook vanaf dag 1 echt voor ga. Dus daarom ook wel mijn keuze gelijk voor Stichting Don. Dan natuurlijk de fietsactie toen voor een andere organisatie gedaan. Maar ja, toen uiteindelijk toch via deze omweg bij Dom gekomen. En toen het verhaal gehoord waar zij zich inzetten. En echt inderdaad die volledige genezing van diabetes type 1. In plaats van de behandeling ervan. Wat je bij veel organisaties ziet. Wat ook supergoed is. Wat ik ook heel mooi vind. Maar voor mij is het. Als ik nu kan blijven bijvoorbeeld op de pomp die ik heb. Dan heb ik zoiets van. Dan is de volgende stap voor mij genezing van diabetes type 1. Dat is echt het Nou, puntje op de horizon. Wat ik. elke type ener die meekijkt, Sam, die wil nu weten welke pomp heb jij dan? Ja, ik heb de 87G van Medtronic, dus deze. Ja. Met de Guardian 4 sensor. Dus die staat in verbinding met elkaar. Dus dat is echt een ideaal systeem voor mij. Dat werkt echt Yes. supergoed. Ik heb vanmiddag toevallig weer een afspraak met mijn diabetesverpleegkundige. Nou ja. 92% time and range. Nou ja, dat had je met de vorige pomp echt niet gehaald. Dus dat is echt bizar. Dus, Ongelooflijk. maar Hey, goed, je ja. zegt net, maar je zegt net al, ik ben wel echt bewust voor een organisatie gaan werken die zich richt op de genezing van type 1. Ja. Je zegt nu, je bent al hele mooie stappen aan het maken, hè, door technologie. En ik kan dat met jou onderschrijven. Dat echt, voor mij is het life-changing, Sam. Ik wist niet na 38 jaar type 1 diabetes dat je je ook zo lekker kon voelen. Dus dat heeft mij opgeleverd. Maar de volgende stap is natuurlijk wel echt die genezing. En jullie financieren eigenlijk wetenschappelijk onderzoek, toch? Die dat mogelijk maakt, die daarmee Klopt bezig inderdaad. zijn.
Ja, Ja, dus. verschillende onderzoeken inderdaad, waaronder dus sinds eind vorig jaar het nieuwe onderzoek van Eelco de Koning. Nou ja, goed, weet je, en omdat Don zo'n klein team is, zijn de lijntjes ook heel kort. Dus je, nou ja, bij wijze van spreken, dat zul je hier misschien ook wel hebben. Want als je een vraag hebt, dan bel je Eelco op, wil je meewerken aan dit filmpje over jouw onderzoek? Nou ja, die neemt gelijk op en die zegt van, deze datums kan ik en we gaan. Dus ja, dat vind ik echt wel gewoon zo mooi dat het kan en dat het ook echt gewoon, ja, op niveau is. Niet dat het van nou, Eelco wil de shine pakken. Nee, Eelco wil echt gewoon uitleggen van waar hij mee bezig is. En wat voor goed werk hij doet. En ja, dat wij daar van Dom dan zo dicht bovenop mogen zitten. En ik ook. Dan heb ik echt wel zoiets van ja, dat is echt wel een betere plek had ik mij wat dat betreft niet kunnen wensen. Nee. Nee, mooi hè, om daar zo dichtbij te mogen staan, maar ook te zien. Want dat is een vraag natuurlijk, Sam, die is heel lastig te beantwoorden, I know. Maar heb je hoop in de genezing van type 1? Als je weet het werk wat je aan het doen bent voor Stichting Don en je weet hoeveel onderzoekers ermee bezig zijn, hoe is dat voor Ja. jou? Heb je daar hoop dat het gaat lukken? Nou ja, kijk, vanaf dag 1 zeg ik eigenlijk al van ik hoop inderdaad op genezing. Dus inderdaad, die hoop zit er wel echt bij mij. Wat je dan vaak als tegenreactie krijgt van ja, ik heb het al 10 jaar en tegen mij was het ook gezegd van over 5 jaar is er genezing, dus ik geloof er niet meer in. Ja, dan heb ik wel echt zoiets, ja, ik bedoel, als je alle onderzoekers gaat vragen van hoe zit het er nu mee? Die hebben echt allemaal zoiets van het gaat zo snel tegenwoordig, dat is echt niet te vergelijken met 10 jaar geleden. Kijk, wat ze ook zeggen is dat ze geen jaren er meer aan gaan hangen. Dus niet van, nou, 5 jaar hebben we het. Maar goed, ja, als ik de verhalen vanuit Don en vanuit de onderzoekers hoor, dan heb ik er inderdaad echt wel goede hoop in. Ik weet alleen niet of het dan ook echt genezing voor mij is. Ik denk meer dat het in de vorm is van dat het misschien voorkomen kan worden of voor de kleintjes. En, maar goed, ja, weet je, ik bedoel, wat ik net ook al aan het begin zei, van als je het al bij één iemand kan voorkomen, of bij inderdaad de kleine kinderen met diabetes type 1, ja, dan heb ik al, dan is mijn doel wat dat betreft al bereikt. Dan ga ik voor de rest van mijn leven op de pomp. Ja, wat mooi dat je dat zo aangeeft. En dat is ook wel even belangrijk om te noemen, hè. Dat er, het is ook goed dat ze geen data meer noemen en geen jaren meer noemen. Want Absoluut. ik hoor ook bij die categorie, Sam, waarvan ze echt 20 jaar geleden zei: nou, Wiet, als jij 40 bent, dan hebben ze wel wat gevonden, hoor. Nou, dat is er nog niet. Nee, Maar ik nee. moet zeggen. Zo snel, en wat jij net ook al terecht zegt, Sam, zo snel als de onderzoeken nu gaan en zoveel mensen over de hele wereld die wetenschappelijk onderzoek aan het doen zijn, dat is echt best wel wonderbaarlijk. Maar we hadden het er net al over, het is zulk maatwerk en het is zo aanpassen. En jij en ik hebben waarschijnlijk allebei, we hebben allebei type 1, maar ook weer niet Ja. dezelfde. Want ik was 5 toen ik het kreeg. Jij was 19, toch? Sam, Ja, of niet? 18. Ja, 18. 18. Ja. Yes. Dus dan hebben we dan wel dezelfde vorm, type 1 diabetes. Of moet ik straks in een hele andere rij gaan staan voor de genezing dan dat jij straks moet staan? Dus het is ook daarin weer maatwerk, hè? Hoe het Misschien. allemaal is geregeld. Yes. Heb jij de vraag van Jan, heb jij er toevallig Ja. wat over nagedacht? Hoe bijvoorbeeld, wat voor genezing jij wel zou nemen en wat voor niet? Ik bedoel, als je bijvoorbeeld. Ja, jullie volgen Anton natuurlijk ook, nou ja, wat hij allemaal slikt en voor wat hij heeft natuurlijk, dan heb ik echt wel zoiets van dat diep respect dat je dat af en toe aangaat. Maar zou jij bijvoorbeeld zoiets ook, of hoe zit dat? Ja, transplantatie dan van je alvleesklier, dat gaat natuurlijk nu ook alleen nog maar bij mensen die al in Precies. aanmerking komen voor een transplantatie, hè? Ik moet zeggen, het is een leuke vraag, Sam, want ik ben daar best wel mee bezig. Maar ik denk ook meteen, Jezus, wie ben ik zonder type 1 diabetes? Dat is een rare vraag, maar ik was 5 en ik ben nu 44, dus dat denk ik, jemig. Wie ben ik? Nou, letterlijk. Kan het ook missen als kiespijn, denk ik. Volgens mij zou ik er heel snel aan wennen. Ja. Maar iets anders, en dat vind ik ook mooi, want we hadden het net over die genezing van type 1. En ik denk eerlijk, laten we dan maar dat het ook nog jaren gaat duren. En hetzelfde als jij, Sam, dat ik dan ook niet weet of ik dan de eerste ben die aan de beurt is. Dus dat denk ik niet. Want dat, en laat dan ook maar de jongere generaties gaan.
Maar sinds ik ook gebruik mag maken van de Hybrid Closed Loop, de HCL, ik heb ook de 87G met de G4 zoals jij hebt, dat ik denk, wauw jongens, dan durf ik al wel bijna over een soort van technische genezing te praten. Want als ik zie, en het blijft een kutpomp, hè? En het blijft een Tuurlijk, kutsensor, absoluut. en we zijn echt niet genezen. Maar zo goed als het nu met me gaat, is het nog nooit gegaan. Dus als de Stel, we kunnen niet genezen worden, Sam, maar de technologie blijft zich echt verbeteren. Of de, nou ja, wat Inreda aan het doen is natuurlijk met de kunstmatige alvleesklier. Als daar ook nog verbeterpunten in komen, dan geloof ik wel heel oprecht in een soort van technische genezing. En die is wel echt wat dichterbij al dan de grote genezing. Yes. Eens inderdaad. Als je inderdaad ziet wat de pompen nu al kunnen vergeleken 5 jaar terug, dat is echt bizar. Nee, het is niet meer ik. En ik heb natuurlijk het is een heel ander verhaal. Maar als ik vertel dat toen ik de diagnose kreeg, dat ik één keer per twee. Toen was er nog ineens een vingerprikapparaat, hè? In 1983. Dat was er niet. Dus ik moest één keer per 2 weken moest ik naar het ziekenhuis komen. Daar werd mijn bloedsuiker geprikt, in het laboratorium dan ook nog echt. En op die ene bloedsuiker werd mijn insulinehoeveelheid ingesteld. Dus dat is natuurlijk niet meer te vergelijken Bizar. Echt bizar. met hoe het nu gaat. Dus daarin ben ik wel echt heel erg hoopvol. En ook vooral voor de volgende generaties, maar ook voor jou, Sam, als je ziet hoe. Je zei het al mooi eerder in de uitzending, wat voor een topsport we eigenlijk met z'n allen aan het doen zijn. En hoe eerder je, hoe korter na de diagnose je al tot zulke mooie waarden, tot zulke mooie bloedsuikers kan komen. Daar ga je ook de rest van je leven onwijs veel profijt van hebben. Dat het nu al zo goed met je gaat. Dus dat vind ik altijd wel een nou, hoopgevende gedachte. Voor in ieder geval de mensen die nu, net zoals jij. Die KUT-diagnose hebben gekregen. Precies, Het is precies. wel anders dan zo lang geleden dat ik het kreeg. Ja, ik weet nog wel goed, inderdaad, met mijn diagnose, inderdaad, dat ik dan in het ziekenhuisbed lag op dag 1, inderdaad. En dan ga je dus googlen van, nou, is er een dokter bij je geweest? Je hebt diabetes type 1. Dan ga je googlen, nou, diabetes type 1, wat is het precies? Dan, ik weet nog wel dat een van de eerste dingen die ik tegenkwam was complicaties voor diabetes type 1. Dan ga je dat inderdaad dus allemaal lezen. Nou, daar word je niet heel vrolijk van, helemaal niet als je het net hebt gehoord. Maar ja, dan ga je erin verdiepen en dan heb je inderdaad ook wel echt zoiets, als je vergelijkt met hoe het nu is, hoe snel je nu inderdaad nu al goed kan zitten, of in ieder geval redelijk goed vergeleken mensen die, nou ja, 10 jaar geleden dat hadden bijvoorbeeld. Dan heb je echt wel zoiets, ja, de kans is zoveel kleiner door die technologie, dus dan geloof ik inderdaad ook echt wel in de technologie van tegenwoordig. Dat ik echt wel zoiets heb van, ja, natuurlijk wat jij ook zegt soms, van die pomp, dat is, ja, je kan je frustreren over die pomp, het is niet ideaal, het is Dus soms, soms kan je hem uit het raam gooien, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel echt een hulpmiddel die je heel veel helpt en die het een stuk makkelijker maakt. Makkelijker, maar niet leuker. En ook niet makkelijker in het feit dat we ook niks meer hoeven te doen. Want dat denken ook best wel veel mensen, hè? Maar ja, Wiets, jij hebt toch nou die pomp? En dat apparaat, dat doet toch alles voor je? Dan denk ik, oh jongens, was het maar zo. Ja, wat ik net al zei, gelukkig is er goed mee te leven tegenwoordig. Dat hoor ik heel vaak. En dan denk ik, ja, het is makkelijker mee te leven dan eerder. Maar het is, ja, je mag het een week proberen. Dan zie je wat het is. Maar het is echt niet. Ja, ik heb toch wel altijd respect voor de mensen die het dagelijks doen. En dan uiteindelijk dus ook voor mezelf. Maar wat ik net ook al zei, daar sta je dan minder bij stil. Ik heb meer respect voor de mensen die ik dan volg op Instagram. En die ik Dat mezelf dan heb ik niet ben. precies hetzelfde. En dan ben ik met jou aan het praten en dan ben ik hartstikke trots op je. En dan denk ik, oh, het gaat eigenlijk ook over mijzelf of zo. Ook over al die anderen. Ja, Zijn bijzonder. we eigenlijk, praten we af en toe, en ik wil er helemaal geen drama van maken, want ik ben een positief mens en mijn glas zit echt half vol. Altijd. Maar we doen af en toe ook wel iets te makkelijk over type 1 diabetes naar de buitenwereld dan. Hè? Alsof we doen dat het allemaal wel meevalt of zo. Herken jij die als ik dat zeg? Ja, en vooral ja, op zich. Tegenwoordig probeer ik daarin dat wel altijd in mijn achterhoofd te houden van je moet het niet overdrijven, maar je moet wel goed kenbaar maken wat het is.
Inderdaad, in het eerste jaar dat ik echt mijn verhaal deelde, was ik altijd wel van echt positieve verhalen delen. Het gaat goed met mij en goede time and range, dus maak je niet druk om mij. Maar ja, als je dat allemaal laat zien, dan ga je natuurlijk ook de buitenwereld niet laten zien van wat het is. En dan denkt de buitenwereld natuurlijk die reactie van, nou, gelukkig is er goed mee le te leven. Kijk, van Sam, die vermaakt zich wel, die doet alles, die eet alles. Dus, maar goed. Ja, aan de andere kant, ja, je moet, ja, ik wil er ook nooit een drama scenario van maken of zo. Dus je houdt dat ook altijd wel een beetje. Ja. Het is moeilijk een tussenweg te vinden. Yes. Nou, ik denk dat we het vanavond best goed hebben gedaan samen, Sam. Ik denk het Heel ook. Ik eerlijk. Positief. denk het ook. Hoop morgen alweer. Het is ook goed om te benoemen, inderdaad. Ik bedoel, ja, we kunnen dus altijd vertellen van hoe goed het gaat. Ja, ik bedoel, we zijn allebei denk ik goed bezig met hele toffe projecten. En het loopt allemaal, gek genoeg, allemaal top bij iedereen. Dus dat is ook weer mooi. Maar het is ook goed om inderdaad om soms even de kwetsbaarheid te laten zien. En de dingen waar je tegenaan. Yes. Super fijn, Sam, dat je dat vanavond bij ons in de uitzending hebt willen Ja. doen. En we gaan elkaar binnenkort zien, hè? Want Diabetes Plus en Don zijn heel erg in gesprek of we samen ook mooie dingen gaan doen. Dus dat lijkt me Ja. superleuk, Sam, Ja, om daarin superleuk. te Ik vond het in ieder praten. geval leuk om zo'n keertje te spreken in plaats van op de foto's op Instagram. Dus we gaan Ja, het vast hè? nog veel meer Met doen. sensorvergoeding, waar we elkaar natuurlijk ook veel zien, maar hartstikke, hartstikke fijn. En wij zien elkaar dus binnenkort een keer live, want dan komt Ja. Diabetes Plus bij Stichting Don langs voor allemaal mooie projecten die we wellicht met elkaar kunnen gaan doen. Sam, dankjewel. En dank voor al het werk wat je in de type 1 dus ook doet. En voor je werk bij Stichting Don, maar ook voor je blog. Ik weet dat er bizar veel mensen je volgen, maar je hebt daar... niet voor niks, want je bent open en eerlijk en heel erg oprecht over jouw leven met type 1 diabetes. Dus dank je wel daarvoor, Sam, dat je dat Yeah. doet. En dank je wel Super dat je lief, dank je. hier wilde zijn. En volgende week, dat is voor jou misschien ook wel interessant, Sam, ga ik namelijk met Nadine Boers in gesprek. Nadine is artsassistent, artsonderzoeker, moet ik zeggen, excuus, in het UMC Utrecht. En ze doet daar het DECO-onderzoek. En dat is in de studie, vergelijkt het DECO-onderzoek, vergelijken ze de operatieve behandeling van beknelde zenuwen in het onderbeen en de voet met een standaard behandeling van neuropathie. En neuropathie, we hadden het al over, hè, over complicaties. Neuropathie is een ziekte aan de zenuwen. Wist je, Sam, dat bijna de helft van de mensen met type 1 en type 2 diabetes last krijgt van neuropathie? Dat zijn er Ja, echt best daar wel veel, hè? Bijna ja. best veel. Ja. Maar daar zijn dus behandelingen voor en er worden ook onderzoeken naar gedaan. Dus volgende week maandag ga ik in gesprek met Nadine Boers, artsonderzoeker van het Utrecht UMC. Dus ik hoop dat jullie dan allemaal weer te zien. Dankjewel. En nogmaals, Sam. Dankjewel dat jij er vanavond was. En niet nog even van je lekkere avond. En wij zien elkaar heel snel bij Don. Hartstikke fijn. Yes, dankjewel. Fijne Oké. avond. Okay. En jullie bedankt voor het kijken allemaal, hè. Doeg! Doei.